En de start is gevallen. Action's Quarterbokaal is van start. En het is direct naar de start Unique Victory die het front opzoekt op de tweede plaats. Ilia Limburgia, Volpix Himia op de derde plaats. Een galoppade zagen we van de nummer 5. Ziso buiten zorg en ook gaat van de benen Young Girl Mac. Paarden zijn in de eerste bocht en Unique Victory heeft het commando. Heeft 2 lengten voorsprong genomen op Ilia Limburgia. De derde plaats is voor Volpix Himia. In 4de stelling hebben we dan Yorzor Minen. 5de is Figo Ricardo. Op de 6de plaats erachter Weestai. 7de is de favoriet Monica Di Quattro. In 8de positie zien we dan Wanda. 9e gaat achter het finishbord. Dat is Vanity VMB. En daarachter dan Ikem Rich. En de rest heeft grote achterstand opgelopen ten opzichte van het peloton. Dat zijn Ziso Buitenzorg en de nummer 2, Young Girl Mac. Deelnemers gaan inmiddels de Territzaardbocht in. En Unique Victory leidt nog altijd. Unique Victory, die heeft het commando hier met Luiten Vries. Heeft 3-4 lengte voorsprong. Ilia Limburgia op de 2e plaats. En in 3de positie daarachter zien we dan Volpix Himia. De 5e plaats is daarachter. Dan als de paarden de rechte lijn inkomen voor Yours or Mine. In de ganzenpas komen de paarden, althans de frontrankers, in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de fraaie letters VP nog 1 volledige ronde af te leggen. En Luiten Vries gaat nog altijd aan de leiding met Unique Victory. Unique Victory heeft 2 lengte voorsprong. Ilia Limburgia op de 2e plaats en Volpix Himia is 3de. 4de op een lengte volgt aan de binnenzijde Yours or Mine. Geflankeerd door Figo Ricardo, dan Weestai. Verder weg dan Monica Di Quattro, Vanity VMB, Wanda W. En Ikem Rich is nu Tail en Charlie als de deelnemers afgaan. Op de overzijde van de baan voor de laatste maal in de Action Squatterbokaal. En Unique Victory is nog altijd de leidster. Unique Victory heeft 2 lengte voorsprong. Op de 2e plaats volgt Ilia Limburgia. Volpix Himia onveranderd 3de. Aan de buitenzijde komt nu Figo Ricardo. En aan de binnenzijde daarachter zien we dan Jesse Terborg met Yours or Mine. En daarachter is het aan de buitenzijde Weestai voor Monica Di Quattro, die op dit ogenblik geen daglicht ziet. Daarachter volgt dan Vanity VMB met verderweg Wanda W. En laatste is nog altijd Ikem Rich en de paarden gaan de laatste bocht in. En Unique Victory leidt nog altijd. Volpix Himia die zet aan, gaat naar de 2e plaats. Ilia Limburgia ligt aan de koord in 3de positie. Daarachter is het dan Yours or Mine. Uitgeschakeld nummer 7, nummer 7 galop. De 7 wordt uitgeschakeld. De favoriet Monica Di Quattro is uit koers. En we zijn op weg naar de laatste rechte lijn. Unique Victory zal alle aanvallen moeten pareren. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, want de leiding wordt al overgenomen. We zien Vigo Ricardo aan een opmars bezig. Helemaal aan de buitenzijde zien we ook Wanda W. opkomen. De paarden zijn in de laatste 50 meter en het is aan de binnenzijde de nummer 4 Volpix Himia. En Wanda W. aan de buitenzijde. Wanda W. is de winnares voor Volpix Himia. Close erachter. Ikem Rich kwam from nowhere. Daarachter dan nog Ilia Limburgia of Ilia Limburgia voor Ikem Rich. De rechter heeft voor de 3de plaats het laatste woord.